ben HR Business Partner bij Patin. En wij zijn een machinebouwer die machines bouwt voor andere bedrijven. Wij werken nu met een 200-tal mensen en ongeveer een kleine 5% heeft last van een gezondheidsproblematiek. Mensen die lange tijd uitvallen omwille van een gezondheidsproblematiek, die gaan we tussentijds zeker al een keer contacteren. Vaak meermaals, afhankelijk van de noden en de wensen van de werknemer zelf. Vanaf die persoon zelf beslist om terug op te starten, dan gaan we kijken hoe dat we dat doen. Meestal in communicatie met verschillende stakeholders, zoals leidinggevende, human resources, maar natuurlijk de werknemer zelf. En vaak is een progressieve werkhervatting de ideale oplossing. Er zijn andere werknemers die een hele dag normaal gezien moeten rechtstaan, die we eigenlijk gaan hermobiliseren of herpositioneren naar een bureaufunctie. Voor de jongen met zijn auditieve beperking gaan we dus natuurlijk op wekelijkse basis een tolk laten komen, die op die manier toch wel de belangrijke informatie op de juiste manier kan doorcommuniceren. Maar daarnaast voorzien we eigenlijk ook wel een plaats waar die persoon op een veilige manier kan werken, zodat we daar eigenlijk geen schrik moeten hebben om een arbeidsonveilige situatie te creëren. Daar hier. Ik ben niet opraken. Apart. Ja, apart houden. Apart. Zowel die fysieke als die mentale problematieken, dat kan bij iedereen voorkomen. Ik denk dat het belangrijk is om te gaan kijken naar wie zit er voor ons, welke motivatie hebben die mensen en vooral welke competenties hebben die mensen. Zeker in de huidige arbeidsmarkt is dat toch wel zeer belangrijk om daar, om naar die zaken te gaan kijken. Ik denk dat het belangrijkste communicatie is. Het helpen van mensen met een gezondheidsproblematiek, dat is geen rocket science. Communicatie is daarin heel belangrijk. Iedereen daarin betrekken die daarin moet betrokken worden. En daar raak je al heel wat verder mee.